Yo mensen, mijn naam is Nathan. Jongens, dan is erin. Yo mensen, mijn naam is Nathan en vandaag zijn we met. Yo, kijk eens van Extreme Legends, mijn naam is Nathan. En mijn naam is Remy en vandaag gaan we de vragen beantwoorden van de Q&A. Waarom we zo niet lang niet geüpload hebben, ja, ja, is omdat Remy op vakantie was en we wilden toch samen de Q&A doen. Dus nu is het tijd to the Q&A. Oké, mensen, we gaan dus beginnen. En de eerste vraag is van Bjarne de Moor. Liever voetbal of PS4? Ja, toch liever voetbal, want ja, PS4 dat blijft niet voor altijd. En, ja. Nee, waarschijnlijk gaan wij stoppen met PS4 als we volwassen zijn. Dus ja, voetbal. Let's go. Tweede vraag. Tweede vraag komt van Jordi Play en die vraagt vrienden of YouTube. Ik zou toch vrienden doen, want zonder vrienden heb je geen YouTube-kijkers. En, ja, ik zou ook vrienden doen. Dan de derde vraag komt van Robbe de Dekker. Waarom zeggen jullie altijd pa? Ja, dat is een gewoonte zeker, hè? Ja, een gewoonte. Voilà. De vierde vraag komt van Sebastian Poels. Ja, Sebastian Poels. Is Remy iets? Ja, ik denk het wel. Ja, een beetje toch, ja. Nee, eigenlijk totaal niet. Oké, heeft... Ja, nee. Liever 1 miljoen euro of liever 1 miljoen subs? Ja, toch wel liever 1 miljoen subs. Hè. Ik ook. Want dan krijg je veel meer geld dan 1 miljoen euro waarschijnlijk. Yep, dat is waar. Weer van Robbe de Dekker, hè? Ja. En wat zijn jullie hobby's? Ja. Ja. Mijn hobby's zijn, ik doe speedo, ja, dat is dus zwemmen. Ik doe voetbal. En wat doe ik nog? Fietsen. Ja, fietsen gewoon in het weekend. Met de vrienden. Ah, yes. Ja, okay. En mijn hobby's zijn voetbal. Ja, soms spelen, fietsen. Soms fietsen, ja. En skaten, soms nog. Ik ook nog skaten. Dan, wat is jullie doel met YouTube? Ja, ons doel is gewoon plezier maken en hopelijk veel views krijgen. Ja, veel abonnees. dan gaan jullie ook aan iets aan. De volgende vraag is van Carlos Bichera. Carlos. Carlos, zie! Gaan jullie ook vloggen in vakantie? Ja, waarschijnlijk wel als we op vakantie zijn. Kunnen we wel eens een vlog opnemen? Ja. Altijd plezant. Voilà. Dan de volgende vraag is van Jens de Laie. Dus dan heeft dat gesproken. Wanneer springen jullie eens in de markt? Dat is een goede vraag, Simon. Bij de 200 abonnees springen we in de markt. Bij de 200, oké. Lekker. De volgende vraag is van. Charlotte Verreken. Wat is de juiste manier om je naam uit te spreken, Remy? En waarom zijn jullie begonnen met YouTube? Dat zijn dus twee vragen. Oké. Je hebt Remy en Remy. Maar de meeste zeggen Remy. Maar er zijn er ook sommigen die Remy zeggen. Maar ja, ik weet het eigenlijk zelf niet. Dus ja, jullie zeggen maar wat jullie willen. Voilà. En wat is de tweede vraag? En waarom zijn jullie begonnen met YouTube? We zagen ze die grote YouTubers en die dachten we van ja, waarom proberen we het zelf niet? Voilà. En zie, het lukt goed. Hè? Dan, waarom zijn jullie begonnen met YouTube? Nog eens. Dat is dezelfde vraag. Van Pierpoy. Ja, we hebben het antwoord eigenlijk juist gegeven. Dus, ja. Dan hebben we nog een vraag van Jason. Nog één vraag van Jason. Ja, Jason. Jason de Meuter. Jason vraagt, wat heeft u aangetrokken om te beginnen met YouTube? We hebben het eigenlijk ook al gezegd. Grote YouTubers. Grote YouTubers bekijken en dan dachten we van ja, waarom proberen we het zelf eens niet? Voilà. En je weet, in enkele jaren. Je weet het. En mensen, vonden jullie deze video nu leuk? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer. En we zien jullie de volgende keer terug. Yo.